die Wilders die ging naar huis, hè, die dinsdagavond. En die vroeg zichzelf al af, heb ik dit nou allemaal wel goed gedaan? En zat zich ook al een beetje op te winden in de auto. Ja, en die komt thuis weer, ja. En zelfs die beveiligers, die schrokken ervan, want hij viel gelijk uit. Ja, die zei van, godver, die klootzak van een Omtzigt. Wat denkt hij wel? Hoe haalt hij in zijn kop? Eikel, ja, dat zijn die allemaal. Hoe, stap je weer terug, die beveiligers? Die denken, oh, rustig aan, Geert. Geen sprake van, zei die. Pieter, dat zei die. Toen ik zei van, nou, ik wil gewoon premier worden. Geen sprake van. Nou ja, en de dag daarna, toen heeft de Geert zich daar nog ontzettend overlopen, opwinden. En op donderdag kon hij het niet laten om daar iets over te zeggen. Ja, en toen zei hij, ja, het is unfair. En het is niet democratisch en het is niet dit en dat. Ook om zijn achterbannetje natuurlijk gerust te stellen dat hij er geen genoegen mee nam. Maar ook om Pieter te laten weten dat hij het gewoon een eikel vindt. Dat is het gewoon, ja. Dat is het, hij vindt het niet met jou. Geen sprake van. Had hij gezegd, met dat monnikenmondje van hem. Oh, vrienden. En ja, dit zal ervoor zorgen. Die zin, geen sprake van. Dat dus helemaal gaat mislukken. Die formatie, of het kabinet, of wat het ook mag zijn. Of het programmakabinet. Dit gaat helemaal mis. Helemaal fout. Alleen al daarom. Ja, hij heeft nu al zo'n verschrikkelijke pesthekel aan die Omtzigt. Dat gaat niet meer goed komen bij Geert. En die Omtzigt, die zit aan de andere kant alleen maar zijn willetje door te douwen. Ah, met zijn bestuurscultuurtjes en zijn technocratisch geleuter. Terwijl de mensen in Nederland die willen gewoon alleen maar, doe nou wat aan het asiel. Zorg dat er niemand meer binnenkomt. En die mensen die er niet zijn, gooi ze het land uit. Dat is het enige wat de mensen nu willen. Maar hij is alleen maar bezig met, ja, we willen wel, ik wil wel meedoen op hoofdlijnen. Maar ik wil wel gedetailleerde afspraken die ik belangrijk vind. Ja, ja. Dat is nou precies die Omtzigt. Het moet allemaal op zijn manier en hij bepaalt. En, oh, en die Wilders, die kan het gewoon niet meer verdragen eigenlijk. En waarom die hier nog aan meedoet, ja, dat mag ook Joost weten, vrienden. En waarom iedereen hier nog aan meedoet, dat mag ook Joost weten. Maar wij weten met elkaar, ja, wij gaan ons mentaal nu al voorbereiden op nieuwe verkiezingen.